Waar is het? Ik kan het niet vinden, waar? Kunnen jullie het misschien wel vinden, want mijn privacy is weg! Doei! Dikke doei! Door de play! Weggevlogen! Red Bull! Doei! Ik ben Ivano Holwijn en ik ben boos. En dit is niet alleen mijn verhaal, maar het verhaal van het volk. Ik zeg dikke doei tegen de blauwe vinkjes. Maar dat is het. Laten we even vanaf het begin beginnen. Want vele mensen begrijpen niet wat het allemaal inhoudt. Oké, één vinkje betekent dat je bericht is verstuurd. Hij is verstuurd. Twee vinkjes betekent dat het aangekomen is bij de ander. Het is aangekomen. En blauwe vinkjes betekent dat de ander het heeft gelezen. Maar wat houdt dit in? We gaan gewoon terug naar de Blackberry tijden. De D en de R op ping. D betekent verstuurd, R betekent dat de ander hem heeft gelezen. En op WhatsApp was dat niet zo, dus de problemen waren wat minder. Er waren problemen, maar wat minder. Maar nu, je kon niet eens kiezen of je de update wilde of niet. Hij was er gewoon, pats, boom, hey, update. Kan toch niet. Is gewoon alsof een onbekende man binnenkomt bij jou. Ik weet niet hoe, zonder sleutel, niemand weet hoe. Hij komt binnen, hij gaat in de koelkast. Pak siroop, pak cola, pak alles wat hij wil en zeg, hey, ik ga dit pakken, jij kan niks doen. En jij staat gewoon zo van, je kan niks doen! En het grappigste is dat ze die update waarschijnlijk gewoon mogen doen, omdat wij dat hebben geaccepteerd. Je weet wel, van die contractvoorwaarden, die ellenlange teksten die niemand leest. Wie leest dat nou? Ik scroll helemaal naar binnen en druk op akkoord. Wie leest dat nou? En we weten niet eens wat erin staat. Misschien staat wel, nou, wij mogen jouw huisdier op elk moment dat wij willen vermoorden. Als jij WhatsApp minder dan één keer per week gebruikt, mogen wij jouw telefoon weggooien. Wij denken, whatever, wel eens toch niet. Akkoord. Ik bedoel maar van, waarom doet WhatsApp als die grotere broer waar tegen je niks kan doen en die je slaat en dan kan jij niks terug doen? Waarom doen ze zo? Als ze me netjes hadden gevraagd om koek, had ik ze ook wel gegeven. Je hoeft het niet af te pakken. Maar ja, het gaat gewoon om het privacy ding. Ik voel me in mijn privacy Maar sommige mensen maken zich druk om blauwe vinkjes, maar ze appen nooit met iemand. En die zijn altijd het luid. Zo van, blauwe vinkjes, shit man! En nu ga ik weer gamen, want ik heb geen vrienden. En nu kan je dus overduidelijk zien wanneer iemand jou negeert. En veel mensen zeggen van, ja, dat komt toch al, want ze zien je online en dan reageer je niet. Maar, dan had je niet die zekerheid. Je wist nooit zeker of diegene jou wel negeerde. En nu weet je het gewoon 100%. En dan ben je like, I cannot see, I'm legally blind. En ik weet niet hoe jullie moeder is op app, maar mijne is best wel, ja, zeg maar, best wel het negeren waard soms. Ja, ik weet niet hoe ik dat ga doen. Gewoon thuis komen en zeggen, mama, I love you. Oeh, dit gaat relaties kapot maken. Chicks be like, hey, Tyrone, wat, je hebt het om 15 over 4 gelezen en het is nu een 30 seconden verder. Waarom heb jij nog niet gereageerd? Ben je met Tanja? Want je kan gewoon de specifieke tijd zien waarop je wordt genegeerd. Dus je kan gewoon zien van, oké, hij heeft me om 17 over 3, dubbele punt, 30 seconden, genegeerd. Hij gaat eraan. Ja, dat kan echt. Dit was niet zo met mijn Nokia 3310. Nee, ik wil die terug. Nog even. En je kan zien wanneer iemand een screenshot maakt van het gesprek. Dan is het klaar. Dan stap ik over. Dan ga ik maar weer pingen. Doei! Komt er van als Facebook WhatsApp overkomt. Privacy helemaal weg. Binnenkort kunnen ze gewoon via je telefoon jou bekijken als je bijvoorbeeld aan het douchen bent. En dan moet je echt zo doen van, Oké, schatje. Sorry. Hier kan je niet bij zijn, moppie. Hier kan je niet bij zijn. Dus ik leg je even om de kop. Camera weg. En sorry, ik ga even douchen. Oh ja, zijn er trouwens al van die domme teksten. Je weet wel, die meisjes en bepaalde meisjes en bepaalde jongens gooien. Meisjes be like, ik laat hem op blauw staan. Nu loopt hij een blauwtje. Niet doen. Teksten van boys be like, ik sta alleen op blauw als het jouw blauwe oog is. Bang! Yeah. Niet doen. Kijk, ik zeg jullie eerlijk, aan het einde van de dag boeit het mij helemaal niet. Want ik reageer gewoon lekker wanneer ik dat wil. Heb je dat begrepen? Maar jij niet! Jij moet wel reageren! Jij mag mij niet negeren! Daarom zeg ik, dikke doei tegen die blauwe vriendjes. Zeg jij het ook? Zeg het! Dikke doei! Dikke doei! Dikke doei! Dikke doei! Doei. Laten we het van de zonnige kant bekijken. 1. We hebben een beetje meer kleur, een beetje blauw. En 2. Als je iemand negeert, doet het extra veel pijn. Want als je iemand bewust negeert, dan weet diegene nu gewoon 100%. Ik word genegeerd, ik ga het laten. Want vroeger was het van, nee, diegene had nog kans. Maar nu weet diegene het zeker.
Dus ja, dan ben je van hem af. Maar dan kon je hem ook blokken. Dus ik snap eigenlijk niet waarom. Weet je wat, laat maar. Dikke doei! Wat vinden jullie van de hele WhatsApp-situatie? Blauwe vinkjes, de lines. Laat het allemaal weten in de reactie. Vind jij het hot of not? Zeg jij dikke doei? Of zeg jij, blijf maar. Dus ja, laat het allemaal weten in de reacties. Voor de rest, abonneer op mijn kanaal. Geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog. En deel dit met iedereen. Want iedereen moet het weten. Ja, veel mensen weten het al. Ik denk bijna iedereen. Maar toch, dit moet ze ook zien. Dus deel het met iedereen. Like het. En let's go.